Een hele goede morgen. Dus vandaag weer een nieuwe vlog. Welkom bij mijn kanaal en ik hoop dat jullie deze video enjoyen. Ja, mooi. Ik moet mijn excuus aanbieden voor mijn vorige vlog. Hij kon alleen bekeken worden op de computer omdat ik zoveel leaks erin heb die dus verboden zijn. Maar sorry voor dat. Deze video gaat zeker overal kunnen bekeken op kunnen worden. Het is nu 9:10. Ik heb een shoot voor een superleuk merk wat misschien nog in de magazine komt. En daar ga ik nu heen. En het is van 9 tot 5. Dus het is even hard werken. Maar lekker. Ik bouw het filmen, maar ik zat dus net in de metro. En er kwam dus een man met zo'n random grote halfblinde hond. En hij vroeg of hij naast me mocht zitten. Maar ik denk, hij wil ook ruimte voor die hond. Dus ik stond gewoon op. Toen zei ze, je mag wel blijven zitten hoor. Mijn hond hoeft niet op de stoel. Ik vond die echt gewoon te lullen over hoe je een hond moest opvoeden. En ik voed mijn hond dus heel verkeerd op volgens hem. En het ligt aan jouw lichaamstaal. Want honden die bestaan al super lang. En die weten precies hoe een mens in elkaar zit. En die keek me echt in de metro aan van waarom ben je een gesprek met hem begonnen. Ik zeg ja, want TBS patiënten krijgen ook een hond toegewezen. Zodat ze beter kunnen worden. Zeiden, ja, ik heb ook 5 jaar een vuurwapen gehad. En mijn hond hebben me echt geholpen om hem weg te doen. Nou, het is over, ik ben over 5 minuten. Dit klopt echt niet hoor. Nou, het is ongelooflijk. Loop ik gewoon de verkeerde kant op. Hoe kan dat nou? Nu moet ik 190 meter teruglopen. Ik kom 20 minuten later, maar ik heb al gebeld, dat is geen probleem. Ik ben er. Ik ben aan het lopen erheen. Het is fucking mooi hier man. Kijk die uitzicht, even serieus. Cool man. Oké, maar ik ga stoppen. Dit is amper. De perfecte voorbereiding. Day. Oh, dit lijkt echt precies mijn laptop. Oh ja, ik heb nee, maar deze stuk. Nou, dit wordt zeg maar een post van een product, dus niet van mij. Maar ook heel vet. Dit zeg maar de kruisjes, een beetje netjes. De posts die er gedaan moeten worden. Kind of cool. Oeps, ik word helemaal door verkeerd. Hoi, dit is Mommy, hallo. Dit is de visagiste. Mijn make-up is klaar. Jee. Of tenminste, de kleding. Deze wordt voor nu. Voor nu? Super cool. Deze. Oh, chill. Auw, die ja, lamp. Het ligt niet aan jou. Oh ja, ze net ook al te vaak. Chokers, goals, like. Oké, ik heb net mijn eerste outfit gehad. Kijk even het uitzicht, guys. Ja. Ik ga even mijn volgende outfit aandoen. Deze ging best wel goed. Ik moest even inkomen, maar het gaat straks alleen maar beter worden. Dus doei. Ik heb nooit een beugel gehad. Ik ben wel blij met mijn tanden. Ik heb 5 jaar een beugel gehad en dat is nog steeds. Ik heb 5 jaar en dit is allemaal doorgegaan. Ik heb gewoon zo'n eigen. Maar heb je geen spalkje gehad? Oh, er is iets los. Er is iets los. Ik heb te erg ingeademd. Ik moet naar huis. Kijk even het uitzicht. Just perfect. En ik zit op een stoel. En we gaan nu voor het tweede outfitje. Maar waarschijnlijk zien jullie al de foto's op mijn Instagram. Want ik ga dit pas posten als de foto's gepubliceerd zijn. Harde werker. Goh. Nou, ik zit wel lekker zo. Ik kan wel de hele tijd gewoon in de zon blijven zitten hoor. Dat is niet verkeerd hè? Nee, zo werken in de zon. Precies. Maar sorry ja. Ik zeg het, maar ik bedoel iets te. Ik zat weer te denken. Wat bedoelt zij nou? Ja, dit is leuk. Sorry, af en toe praat ik echt... Nee. Volume iets bovenom. Direct overheen. Hij is al mooi. Hebben we hem al? Ja. Ah, 2 minuten. Dap. Ja, mijn hoed is eraan toegevoegd. En we gaan even hier aan het tafeltje verder. Ja? Jee. Oh, maar je bent privé. Je hebt te eten. We zijn klaar met eten. Wat een service. Zeg eens hoi. Hello, I'm the personal nail polish remover. Oh my god, deze poosje, deze poosje, deze poosje. En dit is de achterkant. Oh, mooi. Oké, we gaan dus nu naar de andere locatie. Dus we zijn hier klaar. Lukt het? Ik ga even helpen. Ik moet even helpen. Doei. Oké, we zitten nu in de auto. En we gaan... Yes. Maar we zijn zo onderweg. Treasure. That is... Oh, we worden echt helemaal gek. Want we rijden nu al, ik denk 25 minuten rondjes. Door die fucking marathon die hier is. Leidseplein, hoe komen we daar in de buurt? Waar moet je? Leidseplein. Voorbij Leidseplein, maar richting... Leidseplein, Leidseplein. Kunnen we zo, want eigenlijk wou ik hier rechtdoor, maar kunnen we... Daar kan je niet weer langs. Maar waar kan ik wel langs? Ik zou de hek over doen. Ja? Maar of we langs, de andere kant langs gaan, weet ik niet. Het is echt slecht geregeld wel. Ja. Niet door u, maar... Ik sta hier, weet je. Ik weet het. Het is wel echt vervelend door die marathon. Als je wilt kan ik... Serieus. Hoe kan je nou niet? Ja, ik open doen die hek lang. Maar ligt het nou aan mij of wil je gewoon een beetje te weten wat waar is afgesloten en wat niet? Teruggereden gewoon onze eerste locatie, zijn we teruggereden en nu gaan we naar gaan we via een andere weg die ook niet afgesloten is. En we zijn nu een uur verder, dus best irritant. We zijn er nog steeds niet, maar wel bijna. Ik moet wel echt plassen. Heel. Oh my god, zo bad. Zijn maar zijn ze echt dood? Oh, dat ding sloopt. We zijn eindelijk aangekomen. Dit was trouwens wat ik aan had, maar het was echt te simpel voor woorden. Oké, ik ben dus de tweede locatie aangekomen met zeg maar een suite. Maar het is echt leuk. Het is nog mooier dan waar ik mijn verjaardag vierde. Echt cool, man. Een spiegel. Bank. Tv'tje. Balkon. Wow, fucking groot balkon. Shit. Dan moet je wel delen, denk ik. Dan kom je uit op Amsterdamse met allemaal superleuk, hoort er ook bij. Ah, mooi. Dit is mijn outfit nu. Bad habit staat erop. Dus oké, ik ga nu verder zitten. Hi. Ja, ze zit echt heel lekker zacht. Kijk, dit is een lekkere chill outfit. Kijk, dit dan even. Cool. Ja, allemaal te koop natuurlijk. En ik heb echt een paar vette shots gemaakt, maar die zien jullie nu wel. Oké, ik ben klaar. Het is echt een honger. Het is 6:30, het is 1,5 uur uitgelopen. Maar ja, ik en Emma waren nog een uur verdwaald. Ja, je begint nu al een beetje te merken dat ik ziek ben. Emma met Raimundo en Dean. Dan gaan we mee chillen en eten. En dan ga ik gewoon slapen. Ik wacht trouwens nu op de taxi. By the fucking way. Ik reageer niet, dat gaat weer. Ik ben nu in de overkant, dus bij de rij ga ik wat eten. Ik ben met Raimundo en met Emma. Zo. Ik ben mijn voorgerecht vergeten te filmen, maar het was gewoon baas. En nu heb ik crème brûlée. Optiek voor de camera. Ik ben met Ronnyflex en het is maar echt een hand. Mijn oma zegt maar Ronny, waar die fikkie is, kom op. Zij in het wc van de club en mijn hoofd wordt gemorgen. Het is niet moeilijk deze dagen om mij naar te horen. Nu wordt een nieuwe flow, bitch, dit is een nieuwe flow. Vroeger toen ik had de in garage met mijn homies, wat ik wil, het is niet logisch. Ik was met mijn poppie, nu ben ik weer in de club. En ik zoek iets logisch, ik kan sowieso vallen. Belinda, Lisa en Sophie, nigga. Waarom laat me Sophie naar mijn hart? Ik is een boy, nigga. Hey, Jackson, hey. Ik kan je zeggen dat ik rijd, want ik ben de tijd kwijt. Veel kippen om me heen, dus ik moet mijn ei kwijt. Of ik pak, oh my god. Zo'n bloeddroom, het kan niet anders om je swag in mijn gang, nigga. Ray is net heel naar Hoofddorp gereden, terwijl we daar helemaal niet moesten zijn. Dus toen waren we verdwaald. En nu zijn we dus helemaal weer terug naar Amsterdam aan het rijden, even serieus. Maar het is wel gezellig, hè Ray? Als je moeder weet komt, dan moet je geld hebben. En je moet niet op mij, maar op jezelf letten. Ik moet even nieuws aan neerhalen. Yeah. Jammin', and boys out to something. Jammin', and boys out to something. I think I need some Robitussin. Way too many questions, you must think I trust you. You searching for answers, I do not know nothing. Woo! Er staat doos, hoor. Ja, nou links, ja. Links, ja. Linkerbaan. God, die wil ik horen.